Een populaire manier van cupcakes decoreren is het spuiten van een touffe. Ik heb botercreme gemaakt en daar heb ik aan toegevoegd een aardbeiensmaakstof. En omdat de smaakstof al een beetje roze is van kleur, heb ik de kleur wat extra versterkt door nog rode kleurstof eraan toe te voegen. Dus ik vul mijn spuitzak. En dan ga ik nu met deze spuitmond, dat is met een grote ronde opening, een touffe op de cupcake spuiten. Spuitzak rechtop houden, iets boven je cakeje. Dan begin je aan de buitenkant. En dan ga je helemaal mooi rondom. Langs het cakeje. Dan ga je naar binnen. En je volgt eigenlijk de lijn van de vorige lijn. En dan ga je hem omhoog halen. Ik doe hem nog een keer. Draaien. Zodra je rond bent, ga je iets naar binnen. Dat herhaal je elke keer. Totdat hij dicht zit. Dan stop je met knijpen en dan trek je hem omhoog. Ik zet deze even aan de kant. Dan ga ik met een volgend spuitmondje ga ik een roset spuiten op de cupcake. Voor deze touffe gebruik ik een Wilton spuitmondje 1E. Die is perfect om een roset mee te spuiten. Je begint in het midden. En dan ga je om je cakeje heen. En dan stop je met spuiten en dan trek je hem weg. Dan heb je een roosje. Ik doe hem nog een keer. In het midden, iets omhoog. En dan ga je daar omheen. En dan stop je met spuiten. Dan hecht je hem af. En dan heb je een roos. De volgende touffe die ik ga laten zien, maak ik met een Wilton spuitmondje 1M. Deze gaan even aan de kant. Spuitmondje rechtop houden. En dan begin je aan de buitenrand. Ga je helemaal rondom. En het moment dat je rond bent, ga je iets naar binnen en ook iets omhoog. Totdat je helemaal rond bent, dan stop je en dan trek je hem omhoog. Ik doe hem nog een keer. Je begint aan de buitenrand. Spuitmondje iets omhoog. Dan ga je helemaal rond. Als je helemaal rond bent, ga je naar binnen, iets omhoog. Dan stop je met knijpen en dan trek je hem omhoog. Nou kan je de cakejes ook nog leuk met sprinkeltjes afmaken. En dan is dit je eindresultaat.